Gaat hij voor een schoenenwissel? Ik denk gewoon dat hij zijn monkey bar schoenen gaat aandoen. Wat is het nut dan van een monkey bar schoen? Totaal geen nut. Als je naar dit programma hebt gekeken, weet je dat de monkey bar met de handen is. Dus je hebt geen voeten nodig. Ja, maar, dat zijn monkey bar schoenen. Ja, maar waarom verandert die dan? Omdat hij geen goede schoenen nodig heeft, want het is met de handen. Je moet het ook willen snappen, hè. En hij is vertrokken. Tim werd voor het eerst ook vader van een dochtertje, Marilou. Prachtig. Ja, dat zijn wat extra info voor de mensen thuis. En de Marilou, Ize, uiteraard, ik snap, hij heeft zijn dochter genoemd naar een roeinummer. Dit kan niet fout gaan. 3:16:68, geweldige roeitijd ook. Is gehaast, staat zijn parkeerschijf niet juist of zo, maar die man wil precies weg. Maar het is toch indrukwekkend? Kijk, die ligt weer al klaar. Hè? Ook een beetje apart aan het laden nu. Hij heeft wat moeite met de kogel erin te brengen. Misschien kan je het geweer rechtzetten. Tim, maar... Tim. Tim. Ja, ja, Tim. Ja, goed zo. Ik zat op de sukkel met die kogels. Dat was echt dramatisch. Allee, mister de Ritchie. Is weer keihard aan het lachen. Wat een blije vogel. Waarom moet hij lachen? Ja, maar nee. Die jongen is mega hard om dat te zien en je lacht die uit. Maar zie, blijft glimlachen. Natuurlijk, ik zeg toch, dan gaat alles beter. Kijk maar, ja. Zie je. Ik ga schieten nu raken, kom. Hup. Voilà, ze. Prachtig. Zie je het? Je hebt toch gezicht? Hij kan er zelf om lachen, maar hij is hier. Ja. Oh, schiet. Het is al weg. Gelukkig was er niemand anders aanwezig in die container, want ik sta wel nogal gevoelig afgesteld. Dat is, moet ik toch noteren, €15 van zijn waarborg voor verfvlekken die wegspatten. Sorry. Ja, maar anders zal ik het weer mogen betalen. €15. Ik moet zeggen, respect fysiek, maar hij is toch aan het kroeien. Hè. Kom, allee, schiet hij nu binnen. Voilà. Ja! Schitterend. 3-5. Doet het eigenlijk ook wel heel goed, want de beste score was hier van Stoffel van Doorne met 5-5. Oh, pas op van je kop, Tim. Dan staat er daar te sukkel om dat gewicht weer omhoog te krijgen, want ja, je hebt geen hefboom meer natuurlijk. Sukkel. Bleef verdacht lang tegen de baar schuren en gaat nu weer al. Dit is gewoon niet voor een familieprogramma. En na de reclame gaan we kajakken. Kajakken met Lize Broeks. Inderdaad. Moet ik dat nu eens doen? Liever geen... allee, doe snel. Ik snap niet waarom je dat zo leuk vindt. Zwat. Straks gaan we kajakken met Lize Broeks na de reclame. Een bocht in de lessen. Heeft ook nog competities met me gedaan. Van haar 8e tot haar 16e. Moest ze een keertje uit de boot vallen. Ga je woordspelingen doen, want dan kunnen wij hier wel een kajakkenfietsje krijgen. Wil ik niet, hè. Ik schat een 50-tal meter. Nee, het zal verder zijn, hoor. Rond de 100. Ik schat een 94-tal meter. Maar... dit moet ze in principe toch wel kunnen, hè. Roeien. Ik vrees wel dat ze zo gaat roeien, Wesley. Nee, dat denk ik niet. Dat krijg je uit een kajakker niet. Ik denk het you niet. You can get the kayaker out of the kayak, but you can't get the kayak out of the kayaker. Is een spreuk die in dit milieu heel vaak rondgaat. Op naar het roeien, concentreer zich volledig, want hier kan ze enorm veel tijd goed maken. Dirk van Tichelt en Stoffel van Doorne hadden 5-5. Kom aan, Lize. Ja! Yeah! Lize! 5-5 gaat 5 seconden van haar tijd af en daarmee is haar... minder goede prestatie tijdens het lopen al lang doorgespoeld. Al lang vergeten. Maar helemaal vergeten, niemand. Je begint er terug over. Dus je wist het nog. Het was nog niet zo lang geleden, hè. Ah ja. Het is non-verbale communicatie, Wesley. Ik ga heel even vertalen. Heeft nu nog een 40-tal seconden om onder de 5 minuten te duiken. En daarmee zal ze Wesley beste tijd hebben kan bij de dames. Niet... 250 nog, kom aan, Lize. Wesley kan niet articuleren. Het piepgeluid doet mij denken aan mijn kotleven in Gent. Ik was nog jong en ik had succes. Mooie focus. Ja. Beeld zich in dat hij moet weglopen van een haai. Weet je wat een haai zegt als hij u tegenkomt? In het water. Ik hoop dat het niet onnozel gaat zijn. Haai. Heel dom.
En we gaan het er niet uitknippen, want ik wil eens dat de mensen zien naast wie ik hier al 2 jaar moet zitten. Hij kijkt continu naar zijn schoeisel. Ja, ja. Hij is 4. Je weet, hij draagt normaal alleen maar crocs. Wat zeggen 2 crocs als ze elkaar tegenkomen? Croc monsieur, croc monsieur. En ze stappen verder. Dat is humor, snapt het? Hij is 1975. Dus je moet wel oppassen, want zwemmers plassen in het zwembad om te zeggen dat is hier allemaal van mij. Mm-hmm. Territoriaal plassen. De kans bestaat dat hij hier ook plast. We houden het in de gaten. Oeh. Deed even Michael Jackson na. Hij zal een fan zijn. Ken jij dat? Oeh. Nog eens. Oeh. Gaat naar de 90 kilo. Als ik zo blijf eten, ik ook. Volgens mij zit je er al boven. Nee, totaal niet. Jawel. Dat zie ik graag, ze. Die smet zich volledig. Die smetterlinkt zich volledig. Dat zou ik niet doen. Nee, excuses daarvoor. Nee. Gaat van schmetterlinks naar schmetterrechts. Ik ga het zeggen gelijk dat is. Ze heeft een zeer gespierde poep. Wel, dat is heel goed gezien, want in principe, als je springt, dan train je eigenlijk wel je gluts. Wat zijn gluts? De gluteus. Ja, maar ik wil niet dat je je anus opensperkt op Nationaal TV. Kijk eens naar mij, die gluts. Maar stop met wrijven, jongen. Allee, focus. Gebruikt de Wesley. Natuurlijk, ze is 1,60 meter. Ja. Zoals jij. Dus heeft ze ook het trapje nodig. Drink nog eens goed, Luna. Vind jij jezelf nu groter dan mij misschien? Ik zou graag naar de atleten kijken. Het gaat niet altijd om jouw prestaties, Wesley. 21 meter, dat wil zeggen, als we dat delen door 3, dan komen we aan... 7, Wesley. Inderdaad, want 777 op de volgende pik is 21. Ik kan niet in uw ogen kijken en zeker niet in uw tanden. Het is heel fel, Wesley. Je had iets minder moeten vragen qua witheid. Dus beste kijker, mijn excuus alvast. En neem eventueel een zonnebril bij de hand om deze aflevering te doorstaan. Maar nu, Lianne Tan, de badmintonster. Kan je het even uitbeelden, badminton? Niet doen, niet doen. Dat is... ja. Ik weet dat ooit de snelste smash gemeten is met zo'n... shuttle, zoals ze dat noemen in badminton, 493 kilometer per uur. 493 kilometer per uur. Ja, dat is sneller dan eender wat, zou ik dan denken in de sport. Ik denk dat uw tanden het licht weer kaatsen aan 500 kilometer per uur, dus dat jij toch nog beter doet, Wesley. Ik wou ook nog even zeggen dat zo'n shuttle, hè, zo'n pluimpje, dat gemaakt is van veren van een gans. En ik heb me laten... vertellen, hè, ja. Dat blijkbaar heel vaak van de linkervleugel is van een gans. Van de linkervleugel? Nu jij. Wel, nu, ik heb... de kijker weet het nog niet, maar Wesley heeft zijn rug definitief laten ontharen. En blijkbaar zou met het verworven haar nu ook een shuttle worden gemaakt die we gaan veilen voor het goede doel. Ik zou zeggen, probeer niet die bal de lucht in te helpen, maar focus op die downswing naar beneden. Goed ronddraaien, Lianne. Haar benen staan beter. Jawel. Nee. Ze wel raakt de eerste mat. Baby. Kunnen wij overeenkomen? Als ik jawel zie, dat jij mee jawel. Want... zeg jij maar jawel. Kijk hier, 60 meter. Wacht mij eens niet, hè. Dat was optisch bedrog. En kijk, die zonnige glimlach, een beetje zoals die van jou. Mag ik nog eens kijken? Het is echt goed gedaan. Zeg, zijn er zo nog dingen die je hebt laten bleachen aan je lijf? Dat is toch niet waar, hè? Is het echt? Wat voor vragen stelde jij nu allemaal? Ik zou het hier wel eens heel goed kunnen doen, Wesley. Als tandheelkundige is ze een nieuwe techniek aan het ontwikkelen die ook in Indonesië furoren maakt. En dat is tandsteen wegschieten met een karabijn. Moet je wel heel precies voor zijn als je de neus niet wil wegschieten of de ogen. Wel... en nu gaat ze, volg mee, de steen van de tanden rammen. Nee, maar... heeft hier 6 jaar op gestudeerd. Ja, maar dat is... ik vind u te cynisch tegenwoordig. Maar dat is niet waar. Maar... weet je? Kijk goed, hè. Linker voortand boven. Bam. Maar echt, wacht. Nu gaan we naar... Nee, wacht. Links midden. Maar... links midden. Kijk goed, hè. Waar haal jij dat toch allemaal? Tandsteen schieten. Links midden. Tandsteen. Alsjeblieft.
Nu, hier rechtsonder, is er zo een bruin vlekje van de koffie. Hè? Ja, rechtsonder, tand 12. Het klopt ook nog, hè, dat er een bruin vlekje op is. Voilà, bruin vlekje, tand 12, rechtsonder. Oh. Tingelingeling. Tingelingeling. En nu, snijd aan het midden. Zie goed. Alsjeblieft, Chocotof. Oh, jongens, toch. 5-5 voor Lianne. 5-5. Je bent nog maar de vierde sportster die dat kan. Ja, dat is leuk. Nee, dat is wel fijn, ja, dat ik toch ineens op nummer 1 sta. Ja, ze is vertrokken. Ze duwt het naar de juiste kant. Dat is al veel. Oh, dat is Maggie. Toch vrij vlotjes, die 45 kilogram. Ik heb het gevoel dat ze nog iets meer kan duwen. Wow. Toch bezig, hè. Zo cool. Dat is tof, hè? Ja, ze denkt van ja, waarom die? Ik ben hier dan toch, hè? Ja. Laten we het goed doen. Ja. Wanneer ga jij die houding eens aannemen? Er staat Filou op zijn truitje. Voor de kijkers die niet weten wat dat is eigenlijk slang voor deugeniet. Dus hij komt daar eerlijk voor uit. Oh. En voilà. Hij heeft me gehoord. Dat is ook onze Jean-Marc, ja, ja, hè? Dat is Jean-Marc, hè? Hoort alles, ziet alles. Het is een Filou. Ja, ja. Jean-Marc Wema is toch een multigetalenteerd iemand. Is topsporter en dat combineert hij ook nog een keertje met het ondernemerschap. Want hij heeft drie restaurants, waaronder een hamburgerrestaurant. Chapeau. Zijn er veel voetballers die dat combineren, Wesley? Enerzijds topsport en ook ondernemen? Of is hij een buitenbeentje? Geen tijd daarvoor, Pedro. Dus jij hebt het zelf niet gecombineerd? Niet nodig. Nochtans, ik zie u wel in een hamburgerrestaurant staan. Ik u ook, maar langs een andere kant, verzopt eten. Klopt daarmee de korfballer Jarni Amorgaste, maar ook de volleyballer en de zwemballer. Oh, was een grapje? Wat moeten we dan doen, Wesley? Wat hebben we afgesproken? Je kondigt uw grap aan, handjes in de lucht, dan weet ik dat het geesten gaat zijn en de kijker ook. Maar we zijn hier eigenlijk voor Jean-Marc. En Wesley, laten we eens kijken of Jean-Marc een goede fietsballer is. Start hier aan een snelheid van 14,5 km per uur. Dus vrij behoorlijk. Probeert waarschijnlijk zijn oefeningen als hij moet... Dat is Run to the Hills. Run for your life. You can take... Helmut out of the showbiz, but you can't take the showbiz out of the Helmut. Had hier een bijpassend liedje kunnen voorzien? Ik mis hier elke keer een beetje meer. Het gevoel ernaast te zijn, dat doet soms zeer. En dan? Het gevoel dat je er weer naast bent, lijkt me alles zo leeg. Je zei, Helmut aan het uitlachen, Wesley. Hij mist hier elke keer... Stop, dat is niet de bedoeling. ...een beetje meer. Ik ga daarmee stoppen. En ook de laatste kogel vliegt er 4 kilometer naast. Mag. Ah, push it. Push it real good. Maar het is niet push it real good. Het gaat niet. Het is gewoon shit. Niet push it. Hij zit in de shit. Want het gewicht is blijven hangen. Kijken of dat dit lukt. Ja, jawel, dit goeie lukt Wes. Wel. Een goede Helmut. Waarom zeg je nu al 3 keer Wesley? Denk je nu dat ik daar lig of wat? Ik heb dat met aubergine en courgette ook. Ik kan die dingen niet uit elkaar houden. Ik heb dat met Wesley en Helmut ook. Het begint zo wat de eerste zweetdruppels te zien. Geen schande. Nee, ze is het gewend om in zeer warme temperaturen Bikram yoga te doen. Dus is ze zeker tegen bestand. Voor de kijkers thuis, Bikram is geen nachtwinkel in Ninove. Het is de naam van een yoga-bedenker, toch Wesley? Een fenomeen? Ja, dat is yoga terwijl je eigenlijk heel veel zweet. Ja, en die man heeft dat uitgevonden en miljoenen Bikram-volgers. Nu, niemand weet dat, maar dat zweten was eigenlijk een ongeluk. Zijn airco was stuk in Hollywood en plots werd het een succes. Ja, en ze is vertrokken. Dit gaat gezwind. Wees toch even meegeven voor de kijkers die Natalia niet zo goed kennen. Op haar linkerarm, dat is geen bloeduitstorting zoals u wellicht denkt, maar het is een tattoo. Een tattoo? Een tattoo bedoel je? Wesley, geef jij maar sportcommentaar. Daarvoor ben je hier ingehuurd.
Wesley, ik weet dat jij de golfspecialist bent, maar ik stof niet graag, maar ik ben een yoga-specialist. Ik ga daar eerlijk in zijn. De kans is groot dat zij via yoga-technieken het balletje gaat worden. En ze zou wel eens heel ver kunnen geraken. Kijk, die yoga-energie gaat door de club in de bal schieten en je gaat zien de bal gaat wegvliegen. Moet er nog yoga zijn? Dat heb jij zelf gevonden of wat? Eerste poging 52 meter. Daarmee doet ze al 18 meter beter dan Helmut. Heeft Helmut yoga gebruikt of niet? Dat weet ik niet. Punt gemaakt. Steekt haar tong uit haar mond voor extra zuurstofopname, ja. Wesley? Ja, ik weet dat niet. Ik heb nooit sport gedaan. Je moet je eigen carrière zo niet belachelijk maken. Ja. Dat zal ik wel doen, Wes. Oh, lalala, wat was dat? Komt uit de Kempen. Misschien hadden we dat moeten meegeven. Daar zijn de zeden wat losser. Ik heb deze morgen een fantastisch ontbijt gekregen van mijn lief. Hè. En die, dat kwam al naar boven. Ja, ik hou dat dan ook niet in. Hè. Ik ben bezig. Hè. Come on. Come, chameleon. You come and go. You come and go. Laat me zien, dat is je my dream. Salsa na lippen. Daar hangt nog salsa na lippen.